Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben hier met Sam, Celine en Nick. Hey, goedemorgen. En we zijn bij Hof de Rode. We gaan hier brunchen. Jullie kennen Hof de Rode misschien omdat Nick en Sam daar soms voor werken. En omdat Celine en Nick daar getrouwd zijn. Dat wil ik echt zeggen. Ja, ik bedoelde, Nick en Sam werken ervoor en Celine en Nick zijn hier getrouwd. Dus, all connections. En wie weet ooit Sam en Nick. En dan komt het bos hebben we samen. Oh ja, ook al. Kijk goed uit. Er is echt mega veel. Dit is allemaal één tafel en daarachter zijn er nog twee. Ja, want er komt dus, nog warm eten. Ja, dit is koud. Echt. Ja, ja, daar is nog een heel goed. Dus we gaan kunnen eten zallen. Maar we zijn aan het werken zallen. Wij zijn terug van de herfstbrunch bij Hof de Rode. Het was echt super, 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 super lekker. Als ze nog zoals een brunch doen of zo, zal ik dat even laten weten ook. Want het is echt wel de moeite om er naartoe te gaan. Je mocht dus eigenlijk van 10:30 tot 4:00 gewoon eten. Heel tijd door. En ze hebben ook verschillende buffetten. Ze veranderen ook om de zoveel. Hey. Ze veranderen ook zo, bijvoorbeeld dan om 12:30 denk ik, kwam er dan nog warm buffet bij. Dan kwam er dessertbuffet, dan kwam er een soepbuffet en zo de hele tijd, de hele dag door. Dat is echt super lekker. En nu zijn we aan het tanken. Alessandra is aan het tanken. Hallo Sam! Sammy! En we gaan heel snel even naar mijn ouders. Want ik heb mijn ouders eigenlijk al meer dan een week weer niet gezien. En daarna gaan we snel naar huis. Want dan komen Sam zijn ouders, want die hebben ook al lang niet meer gezien. Omdat het zo druk is, gewoon de hele tijd. We hebben gewoon zo weinig tijd. Dus ja, ook nog even die zien natuurlijk. Dus dat staat er nu nog op de planning. En ik denk ook deze avond. Sorry. Dat Laurens ook nog komt. Dus ik ben niet zeker, maar ik denk het wel. Is het gelukt? Zeker. Ja? Best gelukt niet. Oké. Hey, we zijn terug thuis. Ik heb mijn chillpak aan. Mijn chillpak is trouwens van Totally Too. Ik zal jullie dat even in de spiegel laten zien. Ik weet niet of het er nu nog is, maar ik denk het wel. Want het is collectie die volgende week komt. Dat is mijn chill huispak. De broek is zo. Van achter ziet dat het er zo uit. En dan zo'n losse oversized trui met één shoulder eraf. Super cozy. En ik wou ook nog laten zien wat ik van mijn papa heb gekregen. Ik ga even zoeken. Kijk, ik heb zo'n selfie dingen voor uw iPhone gekregen van mijn papa. Dus als ik nu een foto wil maken met mijn iPhone, kan ik bijvoorbeeld mijn iPhone daarachter zetten. Hier gaan staan, hierop duwen en dan zo wat in mijn hand houden, dan zie je dat niet, hè. Je kunt dat naast je houden of zo. En dan trekt hij een foto. Kei leuk, maar ik steek dat in mijn chacoche voor als ik dat dan nodig heb. Ik vond het kei tof, hij had dat via AliExpress of zo, denk ik. En hij zei, wil je dat niet hebben? Dat leek me wel iets voor u. Ik zeg ja, kei graag.
Dus dat was super leuk. Ik heb ook nog van mijn mama en papa deze bak meegenomen. Dit zijn allemaal ongebruikte notitieboeken. Maar het ergste van alles dat deze bak dubbel zo vol was. Die puilde echt uit. Ik heb echt honderden notitieboeken. En vele waar ik zo 3 pagina's of nog niet had ingeschreven. Dus kijk toch. Maar veel heb ik weggegooid of heb ik hem bij mama gelaten. Maar deze heb ik nog meegenomen in die bak. Nu gaan we de was plooien met ons twee, want zelfs komen Sam zijn ouders. Het is 6 uur. En Sam zijn ouders en Laurens komen om 7 uur. Dus dat gaan we nu eerst nog doen. Hè. Let's plooien. En terwijl gaan we Expeditie Robinson van donderdag kijken daar. We gaan hier plooien. Ondertussen zijn Sam zijn ouders hier en Laurens. Laurens! Hoi. Hey. Hoi. Sam zijn ouders zijn er. En we hebben eten besteld bij Alice Gourmet Burger via Deliveroo. Er zijn precies heel veel hamburgers. Nee, dat zijn frietjes, denk ik. Ah, frietjes. Oké. We gaan kijken wat erin zit. Hungry. Yup. Hoe weten we welke burger dat is? Door dat open te doen en te kijken. Ja, nee. Doe maar eens open. Kijk maar eens. Dan moet je dat ook nog eens open doen, hè. Kun je dan ergens opschrijven? Ja, ik weet het niet. Dit is... Dit is een hamburgerparty. Ik denk dat dit al vrij... Maar... Zet die daar? Ja. Oké, dit zijn de burgers. Ik heb een rode bietburger met avocado. Je hebt bacon, cheese. Sam heeft iets pikant. En Patrick en Lieve hebben cheddar met bacon. We hebben frietjes, calamaris. Oké, we hebben wel veel precies. Goedemorgen iedereen. Mijn mama en mijn papa waren de vlog vergeten af te sluiten. Dus ga ik dat hier maar even doen. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Ik kijk liever naar de muur. Dan dat ik over de vlog spreek, blijkbaar. En ik ben echt heel onscherp. Ah, daar ben ik weer, sa. Ja. Hopelijk vonden jullie het dus leuk. Dus zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.